Jesse de Vries die daar aan de kop gaat. En de mooie tweede positie voor. En de derde positie trouwens ook. Wat zeg ik, de derde positie die wordt dan nog even heel belangrijk. De kop er even een aantal daar. Die is van Robbie Kerkhoff volgens mij. Dit is de tweede baan, de eigen van 6 jaar. De Amerikaan gaat Thomas Tussen spelen voor de Kerkhoff. Het is namelijk de boemers, dus dan Rick Schakeraad die daar voorop gaat in race 2 hier, die eigen klasse 6 jaar. Ook voor deze heren kan alleen Mark in de finale, dus de verdediging op het podium is. Naar gelang de resultaten in de 3 matches. Ik kan het niet van de nu in de baan naar de 3 eigen klasse 7 jaar. 4 rijders naar een halve finale. Brengen goed daar. 4 rijders en we hebben weer 7 in de baan gezet. Dat zijn Henry van der Top. Je hebt die lange slag aan paard. Ik geloof dat we moeten met die gaan geven. Ja, je laat het dan verhogen. Maar het is goed met die namens de bijrijders die daar die aan de top gaat. En ze lopen een vierde mooie positie daar voor fase-opnames bijrijders en stuw. Gaan we natuurlijk trekken van die match 1 en 2 af voor je dan je halve finale straks zit. Moet er toch nog even geregeld worden. Race 4 in de baan met de eigen klasse 7 jaar ook. Laura Schakeraad, Hemmer van Kampen, Dick Kerkhoff, Lucie Bostel, Robin van der Spel en Justin van der Loon. Maar het is Christian Koch die namens de Jan Hansen voorop gaat. Laat daar zelfs een stap van een meter of 15 denk ik. En dan is het namens de volgens mij van Bokkel die daar voorop gaat. Want die wordt al weer gelijk door Laura Schakeraad eronder doorgestoken. Dit is volgens mij ook een vierde positie dan namens Amatorium voor. De rollers op het veld, dat moet je zien. Deze tijd in de baan, eigen klas 7 jaar met Jurian Lenkers, Tico Kussens, Felipe Maas, Mila de Haas, Davy van Wijk en Bo Bjorn de Toen. Maar namens Tulos is het daar Mila de Haas die daar voorop gaat. Dan krijgt daar Jurian Lenkers met zich mee, dan is het Kussens met de plaat en dan is die volgt op. Dan is er even wat problemen geweest voor Bob Bonte toe. Maar ook, jij zit daar gewoon weer rond erbij. Maar daar denk ik toch de vierde positie en die zal straks belangrijk zijn voor die halve finale. Inmiddels race 6 in de baan, eigen klasse 8 jaar. Vongetje de leeftijd, vongetje de snelheid. Randy Lange, Jurio Brink, Rens Burghaaf, Simon Elfbert, die is weg. Maar de vierde positie is ook weer heel belangrijk, want dan plaats je eigenlijk direct. Dan heb je dat ticket voor de finale die vanmiddag in de Amazone te pakken. Voorlopig lijkt het dan te zijn voor Rens Burghaaf. Rijst even de baan, eigen klasse 8 jaar met Timo Wendel, Ricardo de Groot. Ricardo de Groot heb ik overigens begrepen, die is niet meer aanwezig. Die is met Barbara de Groot inderdaad, die voor hem is gevallen, die is ook uit de race. Dus het is Wendel, Richter, Spaardenberg en Van Holland. 4 rijders naar een finale. En voorlopig is het dan die 29 klas Spaardenberg naar de finale die in de vierde positie pak. Eigen klasse 9 jaar gedaan met de race 8 daar op de wijk met die goede Mark Snijkamp. Kijk aan die stond vanaf in de Mark Wilson. Vier rijders naar een halve finale daar. 9 jaar, daar hebben we ook een heleboel van vanmiddag hier. En de vierde positie is dan. Dus dan verlopen we toch van Hattem, namens de Duitse van de Zooi.
Race 9 in de baan met de eindklasse 9 jaar ook en 4 jaar namens de bijrijders Jim Jansen voorbij komen. Onder andere de tweede op de fout van de wisseling bij de nieuwe kap van Amelooi. Lijkt een beetje een kopieslag van match 1 en 2. Waarbij de thuisclub ook goed vertegenwoordigd was in die match. Inderdaad, er komt nog een aanvaller hier van achteruit. Timo de Paal die dat heel sterk probeert. Weet niet hoe die in de eerste twee manches zat, maar het kan nog belangrijk zijn. Eigen klasse 9 jaar gehaald met de race 10 met Felix Hommertijd vanaf met de jonge van Adelbeek die komen. Maatje Grens in Verdoorn, Jan Richter en Jan Jansen, Wester van Holland, Gijs Bovens. Maar het is namens de thuisclub ook hier, is het Wester van Holland die daar in de aan top gaat. Vierde positie verloren met Drenthe. Vierde positie met Drenthe. Dat is natuurlijk niet echt al over Adelbeek en Afrikaan. Maar dat is de tijd goed gegaan. En ik was 3 jaar aan de baan met de Breeswaard. Met Van der Aar, Van den Burg, Gerritsen, Van Dee, Van Baal, Vets, Moors en Blankens. Het zijn de mannen van 10 jaar. Maar het is de man met 754 bordje. Dat is allemaal belangrijk van de thuisvereniging hier. En een hele mooie avond daar van Pablo voor die vierde positie. Want die is straks belangrijk. Dan ga je weer naar die directe plaatsing voor die finale. Dan heb je dat tikken te pakken denk ik. Hier snelle dames in de baan met Lucas Kool, van Wester van Malen, van Kampen, Sissie van Loon. En voor deze dames geldt alleen matches, geen finale, dus er is straks een podiumverdeling op basis van de gereden resultaten. En verloren lijkt dan van Mila Kool die koppositie te blijven behouden. En de mooie derde positie is het daar verloren van Ivo Mendels met de Tastar. Deze is in de baan, eigen klas 11 jaar dat gaat lopen met de Tristan van der Brink, Koning Hoogakker, Maarten Wageman, Niels Bobo en Jukie Werks. Vier rijders naar de finale hier. En dat vierde ticket lijkt dan voorlopig dat lijstje van der Brink te zijn. En nu Volmo, die is al steeds, die zit er al bij en voorlopig lijkt het dan ook inderdaad over en uit voor Jopie Merck. Die moet nog even aan de bak en die ziet natuurlijk graag voor de andere race. Kijken wij naar de racetijd in eigen klas, 11 jaar rond met Van Eveneen, de Frik en Adriaanse. 4 rijden in de baan, 3 naar de directe plaats in de volgende finale. En dan krijg ik ook hier een beetje deze vuur van de andere races. En lijkt het daar over te zijn voor Comedica. Dan gaan we dus met Van Eveneen en Adriaan naar die finale straks. Race 16 in de baan, 12 jaar, stap in de snelheid, stap in de leeftijd. Met Stemming van Eveneen, Van Leijzer, Van Hassel en Van Rijswijk. Er zit al een stukje meer techniek in. Vijf rijders in de baan, 4 rijders naar de finale. En de vierde positie is dan voorlopig voor 461, dat is Michael van Leijzen namens Tuland. Een goede zaak hier vanmiddag. Daar plaats ik denk ik direct voor die finale. Dan heb ik 4 heren in de baan, van Toren Eckelboom van de kant van Roy Vos. Vos die pakt hem hierachter, maar helemaal hetzelfde, die fouten heeft hem goed gedaan. Ik weet niet wat hij toegediend gekregen heeft, maar het zal ongetwijfeld een lekker broodje zijn geweest, want hij is helemaal weer aan de kop.
eigenschappen als 12-jarig. Met Nicole Bolleman, Naomi Otten, Evi Vitter, Fred Schoemans, Dave Jansen, die gemaakt voor een struik. Mooie boek daar van Marijn natuurlijk in die tweede bocht. Daar kun je de punten pakken en komt daar een dikke maat op de tweede positie te staan. En Fred Schoemans een mooie derde positie verlopen. En voor deze dames geldt geen manje, alleen finale. Alleen manje geen finale moet je natuurlijk zetten. Deze is in de baan, de eigen klasse, de mannen van 13 jaar. En we kijken naar het kampioen voetbal, Tom Dekker, Tom Smits, Erik Bolmans en Van Aan de Brok. Dekker die daar namens de bijna met de kop gaat. En Blom is het dan een tweede positie die je moet even kijken. En dan kun je doorgaan, want het is nog een balentijd hoor. Balentijdje geweest daar. Volgens mij was het dan voor Romano Rock niet, maar voor Tom Smits was het even wat moeilijk geweest hier. Die wordt geholpen door de RBO. Terwijl de leiders kijken naar Stuttingen in de baan, allemaal met Femke van de Bouwer, de ook hier trouwens van de baan verdwenen, door die hier in de valpartij mochten. En ook hier vier dames over van Anja Jacobs, dan de winnares is. Vier rijders naar de finale. Nou, die kan dan allemaal mee. Ook Van de Hoogakker zit daar gelukkig bij. Dat is een beetje 21 in de baan. En de klas 16 plus. Ook hier de dames. Christiane van deze jongen is in de job. En hoog die weg. Maar het is van eens hier de puntentak voor de rijrijders. Dan is hier drie rijders naar de directe finale plaats. En die derde positie is dan verloren voor Robin Winning. Eigen klasse 14 plus de baan. De Rammel met het de middelbroek, de dan is het een valpartij geweest daar op dat tweede stuk. Die gevolgd zijn wat aan toe. Als je daar de puncteur uitgekomen is, is het dan vierde positie belangrijk overgebleven voor Robin van Mil. We worden toch nog even rekenen met die tweede en die derde punt. Wel tot op dit hier in de RBO goed opgevangen wordt, natuurlijk door die RBO mensen met dat hier een andere code. Gaan wij kijken naar die ijzerklasse 14 plus aan de weg. Natuurlijk op de tijd van hartstikke goed doet.
25 is de race. Eigen kracht en de cruisers met Maarten van Wijk, Stelly van Doesburg, Matje Maas, Maarten Veer en Matje van Keulen. Het is namens Duurland is het dan Matje Maas die daar aan de kop gaat. En dan is het 446, 448, ook hij zit erbij. En ook is het daar volgens mij Marcel van Keulen aan de zoeken die daar erbij zit. Want die vier rijden.